De nieuwbankenmarktmeester Sergio Anusa van de Centrale Markt gaat onbenutte stands toewijzen aan marktventers die belangstelling daarvoor hebben. De reden hiertoe is dat hij heeft gemerkt dat sommige stands maanden gesloten zijn. Maar hij is niet stil blijven zitten en heeft inmiddels de ijsfabriek nieuw leven ingeblazen. De ijsfabriek was al langer dan een jaar gesloten en heeft de renovatie ervan aardig wat geld gekost. Marktmeester Anusa geeft aan dat de mensen vaak klagen dat ze ver moesten gaan om ijs te kopen, wat hem een schuldgevoel gaf. Anusa heeft ook plannen om de markt over 2 weken te wassen. Daarnaast is het de bedoeling om meer vergunningen te verstrekken aan potentiële venters, zodat er meer leven is in de markt. Wat de hygiëne betreft, heeft de centrale markttopman reeds met een aantal marktventers gesproken, wat als gevolg heeft gehad dat zij zich aan de regels houden en met dit voorbeeldig gedrag anderen motiveren ook de hygiëneregels in acht te nemen. Dit is een heel belangrijk bedrijf voor de markt, omdat wanneer je over de markt praat, dan heb je verschillende soorten producten die je hier op de markt kan kopen. Vooral visproducten, kip. En een vis, kip en groenten. Allemaal moeten onder, wanneer je klaar bent voor de dag met je verkoop, moet je het onder de koeling zetten. Dat soms is je koeling niet goed, dan moet je ijs gebruiken. Dus dit is een van de belangrijkste zaken op de markt. Iedereen ging naar buiten gaan om ijs te kopen. En het was iets op mijn hart dat ik graag wilde aanpakken, sinds de eerste dag die ik ben aangekomen. Daarom roept de marktmeester Anusa alle venters op die hun stand niet meer gebruiken om zich aan te melden, zodat over het lot van hun stand een besluit kan worden genomen.